De 49-jarige onafhankelijkheid van Suriname werd gisteren ingeluid met een regeringslunch in het perscentrum, waarbij president Chandrika Prasad Santokhi en de premier van Curaçao, Gilmar Pisas, de historische band tussen beide landen benadrukten. Vice-president Ronnie Brunswijk, ministers en overige functionarissen waren aanwezig bij het evenement. In zijn toespraak onderstreepte Santokhi de uitdagingen en successen sinds de onafhankelijkheid op 25 november 1975. Waaronder de politieke ontwikkeling van Suriname als gerespecteerd lid van de internationale gemeenschap. De president noemde de gevolgen van de staatsgreep in 1980 die de economische groei heeft vertraagd, maar benadrukte dat het land nu een stevig economisch fundament heeft opgebouwd, ondanks externe invloeden en beperkte middelen. Suriname heeft vooruitgang geboekt in schuldherstructurering en macro-economisch herstel, terwijl de regering blijft investeren in sociale voorzieningen en loonaanpassingen. Santokhi prees de offers van de bevolking en verzekerde de verdere stappen te volgen om het welzijn van het volk te verbeteren.